Hallo serpentjes, ik ben Rico Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3 Wild. En vandaag heb ik een hele speciale aflevering. Ik heb namelijk de lelijkste parkbezoeker ooit gevonden. Wauw, hij heeft een neus in de vorm van een hele lelijke neus. Hij mist al zijn onderdelen. Oh, hij heeft ze toch wel. Oké, laat maar. Hij heeft gewoon best wel een langwerpig hoofd. En ja, zijn piemel hangt gewoon een soort van uit zijn broek en hij mist zijn benen. Weet je, de moraal van het verhaal is gewoon, het maakt niet uit als je lelijk bent, als je maar niet in mijn video zit. Neem het mee naar huis, verkondig het op straat, begin er een fucking religie van, schrijf het op een post-it note en tape hem op je voorhoofd. Dat is de levensles van vandaag. In ieder geval, we gaan weer verder met Rollercoaster Tycoon 3 Wild. Voor de mensen die de serie volgen, ja, er is al lang geen nieuwe aflevering geweest. Maar de mensen die de serie volgen, snappen ook waarom. Want dit level is fucking kut. Het grootste doelstelling van dit hele level is eigenlijk, laat panda's seks hebben. En ik weet niet of je ooit een sekshebbende panda hebt gezien. Nee, want dat doen ze niet. Het is echt een ding in de natuur dat panda's geen seks willen. Het zijn fucking aseksuele streepjeshoeren. En ik heb dus helemaal opgezocht, hoe laat je panda's neuken in Rollercoaster Tycoon 3? En veel resultaten, meer mensen met dit probleem. Ik had dus eerst gewoon een gigantisch hok met 5 mannetjes, 5 vrouwtjes. En dat was gewoon groot genoeg, alleen ze hebben zeg maar metertjes. En 1 meter is hun social meter. Hier zo. Hun sociale meter. En op het moment dat ze met heel veel panda's in een hok zitten, of gewoon met z'n drieën, dan gaat die social meter echt naar 0. Panda's moet je altijd met z'n tweeën bij elkaar bewaren. Dus in plaats van 1 megahok te maken, moet je allemaal kleine hokjes maken met daarin 2 panda's. En dan kun je ze een kind laten krijgen, maar dat duurt fucking lang. Ik weet niet of je ooit een panda een kind hebt zien krijgen. Precies, duurt fucking lang. Wat je ook kan doen is ze kopen. Dan zijn ze best wel ongezond. Je koopt gewoon half dode panda's. Dat is een ding. En je maakt ze beter en dan verkoop je ze. En want ik heb dus nu de panda's gekocht voor 1200 euro. Als ik ze nu verkoop, krijg ik 350 winst, omdat ze zo gezond zijn. Dus ik denk dat gewoon doen. Gewoon panda's inkopen, in het hok zetten, wachten tot ze beter zijn, doorverkopen. Het is oprecht best wel een goede manier om geld te verdienen. Dus ik verkoop deze bitch en deze bitch. Hoppakee. Als het goed is, heb ik dan de doelstelling minimaal 100 euro uit het verkopen van panda's gehaald. Zo meteen moet ik 600 euro uit het verkopen van panda's halen. Dus ik stel voor meer panda's te kopen, rijp voor de verkoop. Ik ben gewoon een soort pandafabriek. Breng mij uw verdrietige panda, dan maak ik er een blije panda van. Hey! Dat is een hele slechte slogan, maar het is wel waar mijn bedrijf soort van op slaat. Oké, we hebben hier dus 2 dansende panda's. Kijk dat panda bipsje panda. Nu moet ik opeens denken aan een attractie in de Efteling. Weet je, toch een beetje on topic. Prepparken en zo. Er is een attractie in de Efteling, die kennen heel veel mensen wel, de Pandadroom. Die is gemaakt in de tijd dat 3D-bioscopen nog helemaal geen ding waren. En nu zijn ze al lang al een ding. Iedere fucking film is 3D. Ik wil graag films. Ik zie films liever in 2D. Ik haat die kutbrilletjes. En ik heb zelf al een bril. Ha, dat wist je misschien niet. Dus dat is gewoon balen eigenlijk. Je kan bijna nergens meer films in 2D zien. Maar in de Efteling hebben ze nog steeds een 3D-bioscoop. Maar dan is het van, please, doe eens een keer een andere film. Hij is eigenlijk 4D trouwens, maar dat snap je alleen als je er bent geweest. Willen we toch weer dat bronzen petje halen? Daarvoor hebben wij minimale spanning 5-1 achtbaan nodig. Dus we gaan even door alle achtbaan designs heen scrollen. Zoeken wij een achtbaan uit waarvan we denken, nou, nah, en die bouwen we dan. Een door Lim gelanceerde achtbaan, is dat misschien iets? Dit ziet er goed uit. Ik weet nooit welk van de twee nou spanning is. Opwinding of intensiteit, want ze heten allebei niet spanning. Het is een vertaalfout. Dus voor de zekerheid neem ik altijd een achtbaan die beide heeft. Moet ik even kijken of ik voor de zekerheid niet zo meteen ook nog 2 achtbanen met een minimale spanning 6 moet hebben ofzo. Ja! Precies, ik moet gewoon 1 achtbaan zoeken met hoger dan 6 opwinding en intensiteit. En dat heeft de hammer, de lava launch en deze bitch. Maar deze is maar 6000, dus dan bouwen we die lekker. Ik heb nou mijn game gewoon een paar dagen, nou een uurtje aan laten staan. Vroeger deed ik dat wel vaker, gewoon mijn rollercoasterpotje aan laten staan, zo van dan krijg ik vet veel geld. Moet je niet doen, al je mensen nemen ontslag en op een gegeven moment heb je gewoon geen geld meer en ben je failliet. Maar als je er gewoon een beetje bij blijft zitten, een beetje het in de gaten houden, dan kun je langzamerhand geld verdienen. Want ja, eerder heb ik dus dit level moeten beëindigen omdat ik gewoon in de schulden was gelopen en er gewoon niet meer uitkwam. Dat heb ik heel zelden in rollercoaster, maar zelfs ik zuig wel eens. Verder heb ik voor deze aflevering een heel onderwerp meegenomen. Ja, dames en heren, deze jongen heeft een koffertje vol grappen en grollen. Het onderwerp van vandaag is miskopen. Iedereen heeft wel eens iets gekocht in zijn leven waarvan je denkt, dingen daarvan bij mij zijn, dingen voor YouTube. Alles wat ik ooit in YouTube geïnvesteerd heb, spijt van. Ik heb nu een nieuwe computer gekocht. Fucking veel geld, ding werkt niet eens. Nee, er zijn wel echt, ik heb het gehaald. Er zijn wel echt een aantal dingen waar ik heel veel geld in heb gepompt. Soms niet eens heel veel, maar heb je gewoon spijt van. Zo heb ik een sweater gekocht, of een vest, een hoodie.
Met L, met een L erop, van Death Note, voor de mensen die Death Note kennen. L, voor de mensen die Death Note niet kennen, huh? Het ding was fucking duur, echt 50 euro, terwijl er zat alleen de letter L op. Het is een witte hoodie met de letter L erop. Ik heb hem één keer aangehad, één keer. Ik dacht echt, oh, dit is fucking vet. En nu heb ik hem, denk ik van, ja, nee. Ben je hetzelfde voor mijn Pokémon sweater? Is het wel een sweater? In ieder geval, ik heb dat ding, die Pokéball. Die heb ik echt bijna nooit aan. Als ik hem aan heb, is het voor video's. Dan ga ik niet meer over straat lopen. Ik dacht, ah, wat een cool ding. Heb ik hem? Denk ik, ja. Dus dat eigenlijk. We gaan eens even wat duurder maken, want er staan mensen in de rij. Als mensen er geld voor over hebben, moeten ze betalen ook. Oh, ik noem hem niet Lava Launch, maar Lava Bucket. Want Minecraft verkoopt. Ik vind het trouwens heel irritant. Aan de ene kant moet ik de snelheid van het level heel hoog zetten. Dat is gewoon handig, want dan worden mijn panda's sneller gezond en shit. Maar, dan wordt het de hele tijd dag en nacht. Kan je niet gewoon zoals in Minecraft, zeg maar zo, time set day doen? Dus in ieder geval, moraal van het verhaal is, koop geen kleding. Gewoon nooit. Koop gewoon heel veel witte shirts, zoals dit. Of, koop gewoon mijn shirt. Daar wil je ook niet meer over straat. Of toch wel. Deze video gaat nu al nergens heen. Klein vraagje, hoe de fuck kom ik aan 18.000 euro? Ik heb net toch een hele dure achtbaan gebouwd, zeg maar achtbaan money. Heb ik net een geldprijs gewonnen, per ongeluk? Waarschijnlijk. Laten we wat attracties bouwen. Dat is toch wel een beetje een ding in rollercoaster, weet je wel? Attracties bouwen? Oh, echt? Ja, echt. Wat is nou even zo'n attractie waarvan je denkt, nou, die wil ik. Heb ik al een katapult? Nee. Oh, toch wel. Ik dacht, ja, ik wou net zeggen, hoe kun je je katapulten zonder katapult? Dat is gewoon triest. Maar het is wel waar. Even die boompjes verwijderen. Dit is best wel een leuke attractie. Ik bouw hem bijna nooit. Omdat, ja, zoals je al ziet, hij is best wel groot. Maar dat moet je niet laten afschrikken. Hij is ook best wel mooi. Eens even kijken. Even een heel mooie thema ingang. Het thema is saai. Dan moet je die ingang gebruiken. Ik zag trouwens laatst een klein leuk Serpent Gameplay feitje. Wat helemaal niet zo leuk is en helemaal niet zo klein is. Als je Serpent Gameplay intikt op YouTube, zeg maar. En dan krijgt hij ook meteen suggesties, weet je wel, van die dingen zoals Serpent Gameplay naakt, Serpent Gameplay vriendin, Serpent Gameplay vriendin naakt, ja, dat soort shit. Bij die suggesties staat Serpent Gameplay Rollercoaster Tycoon 3. Blijkbaar is het echt een ding. Als je Rollercoaster Tycoon 3 video's wil, dan wil je deze motherfucker. Ik snap ook niet waarom. Dit ding heet Loop the Loop. Ik ga hem Loopings noemen. Ik heb hele goede herinneringen aan Loopings. En dat bedoel ik niet die in achtbanen. Er is namelijk een website genaamd Loopings. Ik weet niet met hoeveel O's, maar er zitten een aantal O's in. Loopings is een pretparken review site. Een soort nu.nl, maar dan voor achtbanen. Zo van, de Efteling heeft een lichtbolletje veranderd. Echt, dat soort cupnieuws komt er haast op. Sorry, het idee van de site is leuk, maar ze rapporteren zulke bullshit. Van, joh, in China is er een nieuwe achtbaan. Zo van, ja, leuk. Alleen, ik ben daar momenteel niet en ga er ook nooit zijn. Dat is een beetje het ding met Loopings. Ze rapporteren heel veel pretpark nieuws. Alleen, ja, dan denk je van, ja, wat moet ik er nou echt mee? Ik dacht, oh, wat leuk, deze attractie past erin. Past er ook in. Alleen, dat is het dan ook wel. Ja, ik kan hem hierin pompen. Supermooi. Alleen, wat dan? In ieder geval, Loopings had eens een keer ruzie met YouTubers. Tenminste, zochten een soort fitting. Kan maar op neer. Ik weet niet of ik dit verhaal ooit verteld heb. Als ik het al verteld heb, alsjeblieft, schiet me dood. Vanaf een afstandje. Loopings, zeg maar, er was op een gegeven moment een YouTube-uitje. YouTube organiseert een soort van uitjes. Dan nodigen ze een aantal YouTubers uit. En dan gaan we met alle YouTubers samen een lekker spelletje spelen, weet je wel. Laatst was er Amsterdam Dance Event. Mocht je daarin, mocht je de hele avond gratis zuipen. En één keer gingen we dus met een heleboel YouTubers naar de Efteling. En dat was nog voor de opening van de nieuwe achtbaan. De Baron. De Baron, nog iets. Nog voor die opening. En toen kregen we dus allemaal een munt. Een soort coole, ja, ronde munt. Ik heb hem nog steeds. En dan konden we eenmalig gratis naar de Efteling. Dat is sowieso wel chill. En we konden dan, mochten we voordringen bij de Baron. Dan liet je die munt zien en dan mocht je gewoon meteen in een bakje. En toen had Loopings dus een heel artikel geplaatst. Efteling laat YouTubers voordringen in de Baron. Zo van, oh, YouTubers hebben een munt gekregen en dan mogen ze er meteen in. Mensen werden boos, jongen. God, dat kan je echt niet maken. Die mensen kunnen helemaal niks. Tuurlijk, we kunnen niks. YouTubers zijn echt triest. Dat weet ik zelf ook wel. Alleen, die gasten werden zo boos. We waren met z'n 30 of zo. Zeg maar, dat is net één karretje vol. En we gaan niet allemaal tegelijk naar de Efteling. Ik heb die munt nog steeds niet gebruikt. Ik ga één keer met iemand anders. Dus dan mogen twee mensen voordringen. De kans dat je moet wachten op een YouTuber, als je ooit in een Baron gaat, is ultiem klein. Dat je net erin mag en dan, nee, hier hebben we Enzo Knol. Hij heeft je plekje. Die kans is er gewoon niet.
Maar mensen waren echt boos. Allemaal afschieten. Ze kunnen helemaal niks. Ik heb echt vol genot alle reacties erop gelezen. Was ook leuk, want het artikel had een foto van mij. Het was een selfie. Met een heleboel YouTubers erop. Zo zijn wij YouTubers. Lekker selfies maken en shit. En ja, die selfie stond mijn kop. Want ik heb een hoofd. Even kijken, we gaan het karaoke concert bouwen. Voor de mensen die deze shit niet kennen, je mist een stuk van je leven. Karaoke concert is gewoon een concert met een Chinees. En die gaat dan liedjes zingen. Ik weet niet of je ooit wel eens muziek hebt geluisterd. Ik wel, het was fantastisch. Flikkeren, maar jij moet wel een beetje in het zicht. Ik kan hem wel hier neerzetten. Maar het ziet er zo stom uit. Karaoke zo een beetje zo verstopt achter het hemelrad. Kom op, karaoke. Voor mij geeft de game ook een paar errors. Ja, de panda's krijgen geen eten. Pff, boeien. Ik ben zelf geen panda. Ik heb genoeg eten thuis. Dat sowieso. Ik bouw hem wel gewoon hier. Ik had het liever ook niet hier gehad. Maar je moet toch wat, hè. Oké, dan. In ieder geval. Moraal van het verhaal. Sommige mensen op achtbaanwebsites zijn jaloers. Het leukste was toen ze voor zichzelf goed gingen praten. Zeiden ze van die dingen zoals... Ja, ik vind het juist heel fijn om in de rij te staan. Want ze hebben van die hele mooie versieringen gebouwd. En ik wil dat echt voor geen geld mislopen. Ze hebben gast. Zeg nou gewoon... Ja, ik wil ook graag vorderingen in die attractie. Maar dan gaan ze het zo goed lullen. Van nee, de rij is juist het leukste van de attractie. Oh, wat een mensen. Maar in ieder geval... leuk, man. Ik heb al een paar keer eerder in mijn rollercoaster serie karaoke concerten gebouwd. En noemde ik het iedere keer afhaal Chinees of hentai machine. Ik kan deze keer ook gewoon kinderporno noemen. Want kijk, ik wil niet de kinderporno kenner uithangen. Maar deze meid is geen 40. Er doet gewoon helemaal geen geluid bij. Karaoke moet je misschien niet... Ik snap dat het karaoke heet. Maar je moet wel, zeg maar, zingen. Niet playbacken, misschien. Bij karaoke moet je ook zingen, weet je wel. Ik noem dit matige playback, bitch. Want dat is wat ze is. Ja, in ieder geval. Moraal van het verhaal. YouTubers zijn kut en ze stelen je plek in de achtbaan. Dat is ook zo lullig. Er gaan echt 4 mensen heen. Super groot artiest. Gewoon keiharde kinderporno. Komen er 5 mensen kijken. Ik bedoel, als je dan toch illegale kinderporno organiseert. Zorg er dan voor dat je een publiek hebt. Toch? Nee, toch niet. Ik wil ook een beetje mijn objectives in de gaten houden. Voor mij is het probleem een beetje dat alle verzorgers dood zijn ofzo. Dit hele hok. Heeft gewoon geen verzorgers, omdat ze allemaal ontslag nemen. En natuurlijk, het is gewoon kut hier. Er zijn mensen de hele dag poep aan het scheppen. Dat is niet het leukste, want... Oh, daar ging er een op zijn bek. Dude, hoe moeilijk is het om poep te scheppen? Ik wil niet zeggen dat ik de beste poepschepper ooit ben. Maar ik schep poep, met passie. Deze gast valt letterlijk de hele tijd. Wat? Huh? Waarom? Hij is de beste poepschepper ooit. Hij schept poep met zijn hoofd. Ik moet eens even zorgen dat mijn panda's een beetje gezond worden. Dan kan ik ze weer verkopen zometeen. Als ik ze nu verkoop, dan ben ik wel weer een beetje vooruit. Dan heb ik in principe de 600 objective gehaald. Dus zal ik ze gewoon lekker verkopen? Ik ruim nog even een beetje poep op, dan verkoop ik ze. We kunnen ook even gauw een tweede pandahok bouwen. Want ja, dan gaat het sneller, weet je wel. Uiteindelijk moet je iets van 2000 euro uit pandas. Oh, 1000 euro. Het valt best wel mee. Als je helemaal weet, pandas gezond maken, verkopen, is het best wel te doen. Wat hebben we nodig? Oh, 600 euro uit het verkopen van pandas. Nou, weet je wat? Dan verkoop ik ze wel eventjes hoor. Toch, dit zou nu moeten werken, is het plan. Ja, verkoop. Hé, hey, jij, niet het huis zelf, je broer. Nee, deze gast. Oké, ik klik nu de panda aan, snap je dat? Cool. Patricia Panda. Vaarwel, Patricia. Doe niet donut, is kapot gegaan. Je hebt een grote hoeveelheid geld gewonnen. Oh, ik heb opeens 30.000. Ik mis de tijden dat ik nog in de geldproblemen zat en niet voor kon dringen bij achtbanen. Ho, ho, ho. Oh ja, het is gewoon mooi. Als je echt, het is zo fijn om soms zo geconcentreerde haat op YouTubers te zien. Van die mensen die zeggen, ah, oh, YouTubers kunnen niks. En dan, ja, wat heb jij gedaan? Ja, ik heb deze reactie geschreven. Hey, ja, vind ik eigenlijk mooi. Inspirerend. Knap. Ik vind het knap. Ik vind het gedurfd. Ik vind het iets. Oké, dan. Waarom bouw ik deze attractie hier? Ja, ik ben dol op dingen die niet handig zijn. En toen dacht ik, nou, wat is echt niet handig? Dacht ik dit. Nou, heb ik dit maar gedaan. Even kijken hoe dit gaat doen. Ik te denken wat ik nou gewoon wat mensen opsluit. Oh, dat is een goed idee, Rick. We doen nou ook gewoon even een stukje hoger bouwen. Ja, hè? Snap je wat ik ga doen hier? Ik ook niet helemaal namelijk. Ja, was ik dit nog gewoon even omhoog bouwen? Ik heb een plannetje nu, hè? Ik heb een plannetje. Zo. Oh, nee. Eentje terug nog. Wacht. Wacht, mensen. Wacht met verdwaald raken. Ik ben bezig. En dan bouwen we van dit rijpad ook gewoon een recht ding. Dan bestaan we al het gezeik af. Zo. Wat mooi. En iedereen leeft nog lang en gelukkig, behalve de mensen die doodgingen of ongelukkig waren. Zoals mijn keel.
Ik vind het echt niet eerlijk. Ik ben fucking sinds 1 januari gestopt met roken. En sindsdien is mijn hele keel gewoon één grote gore slijmmassa aan het produceren. Dat krijg je ervan. Dus, conclusie. Oh, meer roken. Nee. Dat is een slecht idee. Oh. Oh, dat zeg je nu. Ik ben er trouwens wel dat het wel handig is om, ja, nieuwe panda's te hebben. Als je een grote naam wil worden in de panda business, zorg er dan voor dat je panda's hebt. Ja, ik wil niet lullig doen, maar dat is hoe het werkt. Zo, jonge mannen. Jullie hebben lekker gezond gaan worden. Ik kan nog even gaan een panda verblijf bouwen. Dan verkopen we die ook. En dan zijn we zo'n beetje klaar. En ik heb nu zoiets van, ja, aan de ene kant wil ik met deze video ook even dit level af hebben. Ik ben klaar met dit level. Zoals dit level klaar is met panda's. Oké, okay, we kunnen het hemelrad ook nog even een andere naam geven. Voor de mensen die dachten dat ik het vergeten was. Nee. Ik noem hem. Wat rijdt er op? Op hemel. Emel. Wemel. Skemel. Ik ga naar de mix rijmwoorden. Dan ga ik altijd naar Google toe. En dan tik ik rijmwoorden in. Dan krijg je zo'n rijmwoorden generator. Je hebt zo'n hele serieuze site. Zo'n rijmwoorden.nl of zo. Maar je hebt ook mix rijmwoordenboek. Dat is gewoon echt zo'n Sinterklaas gedicht kind of shit. Zoek het maar op. Als je rijmwoordenboek googelt, vind je eerst mix rijmwoordenboek. Dan doen we dus hemel. Enter. Rijmt op wemel, zemel, gezwemel, gezemel. Wauw, dat heeft weinig rijmwoorden. Ik noem je tepel. Wat ruimt er op tepel, Mick? Even checken. Klepel, lepel en schepel. Tepel, lepel. Daar doe ik het voor. En als je lepel omdraait, staat er lepel. En als je tepel omdraait, staat er... Leppel. Wat? Nee, dat klopt niet. Dat is een T. Leppet. Zo, dat is de waarheid. Het is eruit. Wat is een tepel omdraait? Dan heb je pijn in je borsten. Oh, oh money, oh. Oké, dan. Wat hebben we allemaal nodig om het level te halen? Oeh, als we de panda's verkopen hebben we genoeg. Wacht. Als ik nu de panda's verkopen, zijn we klaar met die fucking kutpanda's. Echt, je kan hier echt veel geld mee verdienen, zie je dat? Een boom. Een boom, oké. De panda's zijn verkocht. Oh nee, ik heb hem nog niet gehaald. Oh, 1100 euro, kut. Ik dacht dat we er waren. Zit er opeens nog een hele sneaky 100 euro bovenop. Oké, nog even twee nieuwe panda's. Dat fixt zichzelf wel. Behalve dat ik, ja, wel moet fixen. Het fixt zichzelf, behalve dat ik het moet doen. Dat komt wel goed. 1000 euro per maand aan attractieinkomsten. Kan moeilijk worden. Minimale spanning, 2 achtbanen. Dat moet hartstikke goed komen. Dan kan ik in principe weer die achtbaan bouwen. Maar ik ben een sukkel, maar ik ben niet zo'n sukkel. Dus ik bouw even een andere achtbaan, denk ik. Wel hetzelfde ontwerp, want dan weet ik zeker dat ik in ieder geval in de... goede troep zit. Ik koop wel de hammer. Lekker duur. Lekker duur. Doe ik andere karretjes? Hebben ze niks door. Oké, er zijn geen andere karretjes. Dan hebben ze het door. Jezus, die is groot. That's what she said. Dat zei je moeder gisteren ook. Over mijn computer. Dat zei je moeder gisteren ook. Over mijn scheenbeen. Oké, wacht. Ik geef je schouw met een mega prullenbak. Een heel fucking bos kappen. Fuck bossen, man. Echt. Fuck Wouter Bos. Zijn er mensen die deze video kijken die niet weten wie Wouter Bos is? Want dan begint er echt een soort kloof te ontstaan. Voor mij was Wouter Bos ooit minister-president. Toch? Is dat een ding? Hij was in ieder geval een belangrijk politicus. En maar momenteel niet. Nee joh, Wouter Bos, fuck die shit. Ik weet niet eens wie ooit minister-president was. Ik ben ook niet zo heel oud. Voor mij is het gewoon altijd balkende. Mark Rutte. Ook een gast. Wouter Bos was of minister... Hij was iemand. Hij was iemand met een stropdas. En zijn naam was Wouter Bos. Yeah, yeah. Wouter Bos kabouter. Yeah. Woutertje. Oké, we gaan de hammer bouwen. Tenminste, we proberen het. Nu er minder troep staat, is het hopelijk iets makkelijker. Maar het is wel avond en ik hou niet van nachten. Ik wil vooral dat ik niet zo heel lang een rijpad moet bouwen voor dit kring. Daar heb ik geen zin in. Oh, moet ik het alsnog doen? Daar heb ik geen zin in. Even kijken of dit lukt hoor. Ik ga kijken of ik hier langs via dit een rijpadje kan bouwen. Maar ik denk dat hij nu te hoog is om nog op het ding te kunnen klikken. Nou, Wouter Boskabouter. Oh, maar dat is een ander rijpad. Daar kun je lekker weinig mee. Oh, wacht, misschien werkt dit wel. Even zo. Nee, kut. Jezus, wat kut. Zo. Yes, het werkt. Oké, de achtbaan kan een soort van aan. Of er veel mensen instappen daar. Dat is eventjes totaal niet de vraag. Hij is in ieder geval aan. Dan is dat vakje afgevinkt. Alleen als er nu mensen ingaan, vallen ze in een heel diep gat van pijn en verdriet. En dat wil ik in principe wel zien eigenlijk. Dus ja, we kunnen het zo houden. Alleen je moet wel nog even 1000 euro uit attracties per maand. En dan is het toch altijd een dikke tip, hint, shizzle. Als mensen, ja, in je attracties kunnen. Ik ga denk ik hier een heel ingewikkeld rijpad bouwen, denk ik. Ja, ik ben er nu al mee bezig. Het is een beetje laat om te ontkennen.
Nou, even een heel mooi pad om de karaoke heen. En kun je ook gewoon geen geld betalen voor die hoer. Kun je gewoon vanaf hier kijken. Zo slim zijn de mensen in rollercoasters niet. Van ja, maar waarom sta ik niet gewoon hier? Kokos, kokos, locos, pokos, eten. Ze net kapot gegaan. Ah, dat is balen. Dat is mijn lievelings. Denk ik. Hoop ik. Oké, dan gaan we hier even een beetje naar beneden bouwen. Zo tegen dat Chinese restaurant aan in de hoek. Zo. Komt wel weer goed hoor. Komt wel goed, schatje. Roosvissé, bitch. Ja? Dan moet ik weer... Het is gelukt! Oké dan! Dan hebben we nu ook het vakje minimale spanning 2 achtbanen. Is aan voldaan. Als we nu alle panda's verkopen, is daar ook aan voldaan. Dan hebben we nog maar één ding nodig. Heel veel geld. Ik kan wel verkopen. Nee, je kan hem niet vrij laten in het wild. Dan moeten ze een bepaald percentage gezondheid hebben. Ze gaan toch wel dood daar. Kunnen ze net zo goed meteen doodmaken. Of niet dan? Precies. Zo'n panda's. Oké dan. En wat we nu moeten is inkomsten uit attracties per maand. Je moet gewoon de toegangsprijs omlaag gooien. Dat is denk ik het grootste ding. Dan komen we er al bijna tegenaan. Hoeveel tik ik momenteel uit attracties per maand? Oeh, al een paar keer bijna de 1000 aan. Dus dat moet helemaal goed komen. Als ik gewoon even wat geldautomaten neergooi. De geldautomaten zijn super handig. Dat is een soort van automaten. Stop je dan een soort pasje in. Ik weet niet of kennen jullie dat? Geldautomaten? Nou, in ieder geval stop je pasje in. En als je dat dan heel goed doet, hè, echt op een goede manier. Dan krijg je dus zeg maar geld. Super cool is dat. Ik heb het ook niet verzonnen. Maar ik waardeer het concept wel. Van ja, geld zo. Wil je geld? Ja, hier, mag van mij. Dat is een beetje de geldautomaten. Ja. Kunnen mensen er nou bij eigenlijk? Dat is een beetje mijn grote vraag. Kunnen mensen bij de geldautomaat? Die is allemaal gore zand. Voor mij klikt het aan dat ding vast. Dan lijkt het in ieder geval op. Hallo? Waarom doet dat zo? Waarom doet dat zo? Rick, waarom je Nederlands doet dat zo? Yes, het werkt. Oh, de geldautomaat is niet open. Dat is wel een ding. Ik noem hem. Pink Floyd. Money. Dat is een nummer van Pink Floyd. Ja. Yeah. Als je denkt, huh? Dat mag. Dat mag. Ik wil eigenlijk gewoon even het level halen. Dan is het af, weet je wel. Anders moet ik de volgende video... Hey, leuk dat je er bent. Oh, ander level. Alleen aan de andere kant. Jur, iemand die ik ken, die wacht momenteel op mij. Zo van, oh, ik zou het toch opnemen. Nee, ik ben even, weet je wel. Dus dat is mijn leven momenteel. Wat je moet onthouden is... Deze video zit vol met levenslessen en ik dwing je ook ze te onthouden. Volgende week, volgende rollercoaster aflevering, komt er een toets. Allemaal vragen, heb je het wel onthouden? Tuurlijk niet. Oh, deze achtbaan is druk, joh. Moet je gewoon even, wat je dan moet doen, is meer geld vragen. Echt gewoon veel meer. Gewoon, oh, hoeveel euro betaal je? Zoveel euro. Dat dan gewoon, ja, voor 3-dubbel of zo. Misschien is het een leuk idee om deze achtbaan Hamertijd te noemen. Hamertijd. Woe, je bent echt een tycoon. Yeah, bitches. Nou, dat was hem dan. Dat is maar één manier om dit op te lossen. We wisten dit hele stuk kak. Dit was echt het minst coole level van de hele serie tot nu toe. Tuurlijk, kan mij dat boeien. Zo, dit is echt een klassieker. Dit is een klassieke serpent gameplay move. Mol alle attracties, koop een paar leeuwen of olifanten. Die verpletten mensen is altijd zo lekker. Die kunnen zo lekker goed mensen pletten. Er zal maar een doos vol olifant op je hoofd vallen. Wat denk je dan, hè? Een olifant! Het is niet erg, het is gewoon een hele goede robot en hij heet Erik! You go, Erik! You go, girl! Oh, hier zijn twee olifanten aan het tongzoenen. Maar dan met een slurf. Slurftongen! En dan gaat er eentje naar de wc. Olifanten hebben ook behoefte, weet je? Met zijn bibs er naartoe. Ja. Poep maar in de pot, alsjeblieft. Nou ja, even kijken naar deze aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Wild! We begonnen deze aflevering met geen medailles en aan het einde hadden we er 3. Dat is wel cool, aangezien de vorige 2 afleveringen ik dus niks bereikt heb in dit level. Alleen maar scenario 11 en scenario 12. En dan is Rollercoaster Tycoon 3 Wild ten einde. Dan heb ik alles van Rollercoaster Tycoon 3 gespeeld. En dan komt een finale fase. Rollercoaster Tycoon 3. Map van een kijker. Huh? Wat is dat? Daar mag ik nog niks over zeggen van de regering. Maar het is een ding en het komt. Nou ja, even kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering, bitch ass persoon. Hoop voor je het leuk. Geef een duimpje omhoog. Ik leef daarvan. En dan zien we elkaar binnenkort gewoon weer. Ga naar loopings.nl en doe het niet. Nou ja, even kijken. Doei!